even samenvattend. Antifouling brengen we dus ieder vaarseizoen aan. Als de boot op de kant komt te staan, dan wordt hij afgespoten onder hoge druk. Gaat u de ondergrond reinigen en ontvetten met supercleaner. En brengt u na een goede voorbehandeling, wat heel erg belangrijk is, vervolgens een nieuwe onderhoudslaag antifouling aan. Antifouling moet dus ieder vaarseizoen worden aangebracht en het is raadzaam om extra aandacht te geven aan de wind-waterlijn, want daar heeft hij altijd de meeste aangroei. Verdun die antifouling absoluut niet, want dat is dus, gaat ten koste van de kwaliteit van de verf. En als u echt moet verdunnen omdat de antifouling wat dikker is geworden, doe dat dan met maximaal 5% verdunning. Kies de juiste antifouling voor uw vaargedrag en voor uw wateromstandigheden. Vaart u op zoet, zout of brakwater? Dat is erg bepalend voor het type antifouling wat u gebruikt. En vaart u meer dan 48 vaaruren, dan heeft u gewoon iets meer keuze qua antifouling. Ik heb u al verteld dat er biociden in de antifouling aanwezig zijn. En daarom is het heel erg belangrijk om u goed te beschermen tegen al de chemische stoffen die in de verf zitten. We beginnen bij de bescherming altijd met het aantrekken van nitriel handschoenen. Dit zijn handschoenen die geen oplosmiddelen doorlaten. Dus deze zijn erg stevig en echt aan te raden als u een antifoulingklus gaat doen. Nou, verder is het ook heel belangrijk om uzelf goed in te pakken met een goede overall. Een veiligheidsbril is ook geen overbodige luxe, want we werken met chemicaliën en daar moeten we ons goed tegen beschermen. Nou, dit is een P2-masker, herkenbaar aan de blauwe elastiekjes. En dit masker houdt stofdeeltjes tegen die vrijkomen bij machinaal schuren onder andere. Gaat u de antifouling verwerken, dus gaat u echt daadwerkelijk aan de slag met rollen en kwasten, dan is het heel erg belangrijk om een masker te dragen met actieve koolstoffilters. Hier zitten koolstoffilters in en dit masker houdt oplosmiddelen tegen. Zoals ik al aangaf, zitten er in antifoulingsbiociden. Nou, dat zijn bestrijdingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen vallen onder best wel strenge wet- en regelgeving. Als u een antifouling gebruikt die niet is toegestaan voor de pleziervaart in Nederland, dus een illegale antifouling verwerkt, dan pleegt u een milieudelict en daar hangt een zware boete boven van rond de €2500. Dus het is niet verstandig om dat te doen en gewoon te kiezen voor een antifouling die is toegestaan voor de pleziervaart. Nou, het was een lang verhaal, dus ik kan me voorstellen dat u nog wat vragen heeft. Er worden heel veel vragen al beantwoord in de schilder- en productkeuzegids voor booteigenaren. In die gids vindt u op de eerste pagina een link naar onze website, die heel uitgebreid is en daar worden al heel veel vragen beantwoord. In dit boekje staat een 0800-nummer, dat is een gratis advieslijn. En als u dat belt, dan krijgt u een van de experts van International aan de telefoon om u verder op weg te helpen.